Let's go, volgende pakje. Zurnius, ho, ho. Ja! Ik zei het! Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe video waarin ik Pokémon kaarten uitpak. En dit is een hele speciale, want lijkt net alsof hier snoepjes in zitten. Dit zijn 8 kleine tints waar een aantal pakjes in zitten van de nieuwe Celebration serie. In de vorige video hebben we bijna €200 aan waarde aan kaarten eruit getrokken. En ik ben heel benieuwd wat hierin zit. Ook moet hem iets hoger houden, anders zit mijn microfoon ervoor. Anyway, doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan gaan we heel snel beginnen. Kijk deze super schattige kleine doosjes dan. Dit is echt lachen. Oké, laten we beginnen met de eerste generatie. Bulbasaur, Charmander en Squirtle. Oké. Laten we kijken wat erin zit. Oh, dit zit erin. Dit rammelt zo. Het is een muntje. Dan zit er een speciaal kaartje in waarop de art staat die ook op de buitenkant staat. Oh, en als je ze dan alle 8 hebt, dan kan je ze dus naast elkaar leggen. En dan wordt het 1 groot plaatje. Cool. En dan is dit wat er in ieder doosje zit. 2 van dit soort pakjes met 4 generations kaarten. En nog een los pakje van een random serie. Wat is eigenlijk jouw favoriete generatie? En wat is je favoriete starter Pokémon? Laat het weten in de comments. Ik vind Chikorita ook nog steeds echt een baas. Dit wordt een mega grote video, jongens. Want ik heb maar liefst 16 van dit soort Celebration pakjes. En nog 8 Darkness Ablaze pakjes. Blijkbaar zit er in elke tint bij mij een Darkness Ablaze pakje. In de vorige video hebben we super mooie pools gehad. Waaronder deze Venusaur. Deze Shiny Magikarp. En ook deze Umbreon Goldstone. Star, dit is de op 1 na meest waardevolle kaart uit deze set. Vandaag gaan we kijken of we Charizard of Shiny Mew kunnen krijgen. In totaal zitten er 50 kaarten in deze set. 4 kaarten in een pakje. Dus misschien kunnen we deze set wel compleet krijgen. Groudon en Ho-Oh en Lugia, die hadden we in de vorige video ook. En als laatste hebben we hier, Flying Pikachu V-kaart. En dat is super nice, want deze miste ik nog. En nu hoef ik nog maar 6 kaarten uit de basis 25 kaarten. Hieronder zie je de nummertjes staan. Dat zijn de 25 minder zeldzame kaarten. En daar moet ik er nu nog maar 6 van. Super nice, codekaartje voor jullie. In pakje nummer 2. Kyogre, Cosmog. Deze heb ik ook nog niet, dus nu hoef ik er nog maar 5. We gaan lekker. Dan hebben we hier een Cosmoam. Die hebben we wel. Oeh, een Surfing Pikachu VMAX. Deze had ik ook nog precies nodig. Nu hoef ik nog maar 4 kaarten. En deze is ongeveer €6 waard. Weet je wat? Elke keer als er een kaart in ziet die ik nog niet heb, dan krijgen jullie de codekaart. Dit zijn dus allemaal kaartjes uit de standaard set, maar je hebt ook nog de subset kaartjes. En daar zit onder andere de Charizard in. Hier hebben we Kyogre. Dan Groudon, die hebben we al heel vaak. Lugia en Solgaleo. Helaas geen nieuwe kaart. Dat betekent geen codekaart voor jullie. Let's go. We gaan een beetje tempo maken. Oeh, Yveltal. Ja, ja. Deze had ik ook nog niet. Deze heb ik nog nodig. Heel nice. Oeh, Rocket Zapdos. En dit is er dus één uit de subset. En die heb ik ook nog niet. Jemig. Wat een hele sikke art is dit, zeg. Oeh. En als laatste ook nog een Pikachu. Een dikke Pikachu met de art van vroeger, maar dan in een nieuwe stijl. Dit blijft toch ook wel een leuk kaartje, hoor. Ja, nou, de codekaart is dus weer voor jullie. De Team Rocket Zapdos kaart is trouwens ook een lekkere €5 waard. Oh, ik vind deze Celebrations pakje zo leuk. Groudon, die zit bijna in elk pakje. Ho-oh. Blastoise! Ja! We hadden dus Venusaur van €20 in de vorige video. Nu hebben we Blastoise van €20 in deze video. Wat gaat dit heerlijk. En een Zamazenta erbij. De baard Pokémon. I love him. En dan hebben we hier, ja, gewoon weer het codekaartje. Want we blijven maar doorgaan met die goede pools. Ik heb echt zo'n gevoel dat we Charizard gaan poelen vandaag, jongens. Ik weet niet wat het is, maar ik denk het wel. Let's go. Volgende pakje. Dialga. Xerneas. Oh, Rockets Admin. Ja hoor, deze hebben we ook nog niet. Lekker, wat gaan we top. En weer de bolle Pikachu. Hatsiki deetje. Codekaartje alweer voor jullie. We hebben nog 10 pakjes te gaan, jongens. En daarna nog 8 Darkness Ablaze pakjes. Oké, let's go. Het wordt natuurlijk steeds moeilijker om nieuwe kaarten te vinden. Ho-oh. Oh, weer een Goldstar Umbreon. Ah, weer een kaart die €70 waard is. We hebben er gewoon nog een. Nee, joh. En de Surfing Pikachu V-kaart ook nog. Dit zijn geen nieuwe kaarten. Ik had ze al, maar ik ben hier gewoon super blij mee. Wat gaan we goed. Deze staat dus in de top 3 meest waardevolle kaarten uit de serie. De Goldstar Umbreon. En nogmaals, dit zijn dus kaarten die de fans gewoon het allertofst vinden en het allermeest waard zijn als je de originele versie hebt. Als je de originele versie van deze hebt, die is volgens mij meer dan €10.000 waard. Dat is niet normaal. Kom maar, Charizard. Kom maar, Mew. Je mag. Het mag. Het mag. Kom maar, kom maar. Oeh, weer Surfing Pikachu VMAX. Lekker, lekker kaartje weer. Let's go, volgende pakje. Xerneas. Ho, ho. Ja!
is die dan eindelijk. De Charizard. Ik voel bijna no Charizards. En nu eindelijk voelen we een Charizard. Deze is dus tussen de 100 en de 150 euro waard. We hebben hem. We hebben Charizard, Venusaur en Blastoise. Dit vind ik super dik. Wat zit er dan nog achter? De bolle Pikachu. En de codekaart is natuurlijk weer voor jullie. Woe, ik had al zo'n gevoel dat die vandaag eindelijk ging komen. Charizard! Yes! Oh man, man, man. Dit brengt me echt terug naar mijn jeugd. Oké, ik ben heel benieuwd wat we nog meer gaan poelen, jongens. Cosmog, Xerneas, Dialga en Surfing Pikachu V. Als we nu ook nog de Shiny Mew weten te poelen, dan hebben we de drie meest waardevolle kaarten uit deze serie in één video. Cosmoem, Zekrom, Reshiram en weer de bolle Pikachu. We hebben nog 5 pakjes. Voor die Mew. Let's do this. Reshiram, Kyogre, Zekrom, Surfing Pikachu. Maar ik ben natuurlijk sowieso al dik tevreden. Hier hebben we Yveltal al. Kyogre, Dialga en Zacian V. Het volgende pakje is Zekrom. Ho-oh. Kledel. Dit is wel weer een nieuwe die ik ook nog niet heb. Dus dat is super, super tof. En als laatst een Mew. Dit is niet de goede Mew trouwens, maar wel een leuke Mew. We hebben weer een nieuwe kaart. Dus hier is de codekaart voor jullie. Let's go, let's do this. Cosmog, Yveltal, Dialga. En Lunala. Dan hebben we nog 1 pakje uit de Celebration serie. Maar wat een mooie pools hebben we al gehad, jongens. Wat zit hier dan nog in? We beginnen met Cosmoem, Dialga, Rockets Admin en als laatst een Zabazenta. Maar jeetje, wat een mooie pools. Dit zijn al mijn nieuwe pools. Kledel. Oh ja. Charizard, de beste kaart die je kan poelen uit deze boxen. Dan hadden we nog een Rockets Admin die ik nog niet had. Blastoise ben ik natuurlijk ook super, super blij mee. Rocket Zapdos, ook een heerlijk kaartje. Yveltal die ik nog niet had. Surfing Pikachu VMAX die ik nog niet had. Cosmog had ik nog niet. Flying Pikachu had ik nog niet. En deze hadden we wel, maar hey, deze moet ook gewoon in de sleeve, omdat die gewoon best wel veel waard is. Nice. We hebben gewoon nog 8 pakjes Darkness of Blaze te gaan. En hier kunnen we ook gewoon een Charizard in vinden. Als je nog niet je duimpje omhoog hebt gedaan of op abonneren hebt gedrukt, doe dat even, want we hebben gewoon Charizard. Deze mag je alleen pakken als je geabonneerd bent. Ik heb het door als je niet geabonneerd bent, hè. Anyway, we beginnen met de Fighting Energy en een grote parasol. Chinotic. En dan hebben we Rose, Klink, Duckletje, Mareepie, Persie, Gotita, Gotorita als reverse. En als laatste hebben we een Melmetal. Metaal op je bakkes, jongen. Ik word lijp als we hier ook een Charizard uitpakken, hè. Een Grass Energy, Pierce, Vanillish, Chinotic, een Jigglypuffy, een Dunsparcy, nog een Klinky, Marini, een Torchicky die er aan het twerk is, Wishiwashi en Escavalier. Volgende pakje, Water Energy, Powerful Energy, Toxapex, een Simisage, een Galarian Mr. Mime, Torchic, een Aaron, Rookidy, Wishiwashi, nog een Wishiwashi Reverse en als laatst Decidueye. Even tempo erin. Misschien brengt het geluk als ik jullie codekaartjes geef. Psychic Energy, Swalus, Pupitar, Pokémon Breeders Nurturing, Larvesta, een Hippopotus en ik zie een randje. Het brengt echt geluk als ik jullie de codekaart geef. Een Golett, Skitty, Deino, Reverse Golisopod en als laatst... Scissor VMAX! Dit vind ik een vette kaart. Mijn favoriete Pokémon is Scyther, maar Scissor is evolutie en deze is super cool. Jeetje. Hij mag dan misschien niet zo heel veel waard zijn, maar jemig, deze willen. Deze vind ik super cool. Ik ben hier onwijs blij mee. Heel nice. Heel mooi kaartje. Nou, dan gaan we nog maar even door met die codekaartjes voor jullie. Een Steel Energy, Chinotic, Ursaring, Rose Tower, een Grimer, een Galarian Daramuka, Sentret, Rowlet. Oh, ik vergeet er een. Squawford die lekker aan de berry zit. Dan heb je hier Reverse Paris. En als laatst, Gotitelle. Brengt toch niet altijd geluk. Nou, dan houden we deze codekaart maar even bij ons. Hier hebben we Waterenergie, Parasect, Toxapex, een Big Parasol, een Rowlet, Jigglypuff, Diglett, Pampor, Spinarak. Spinarak is in space, jongen. Hij is gewoon in de ruimte. Hij is meegenomen door Cosmog.
Reverse Toxel, die super zielig daar zit tussen de bloemetjes. En als laatst, Dracozolt in de donder. Dit is het ene laatste pakje van deze video. We hebben een Steenie, een oude PC, nog een keer de Ursa Ring. We hebben Wishy Washy, een Cuffant, een Sinisty, Feebas. Die is helemaal alleen hier op het water. Dat is zielig. We hebben de volgende kaart, dat is een Passimian. Dan een Carabalas Reverse en een Ampharos. Iedereen ligt hier te chillen tegen Boompies in deze serie, joh. Eerst die Squawvet, nu Ampharos, is allemaal lui. Het laatste pakje. We gaan het zien, we gaan het zien. We hebben in ieder geval een Clank, Simisage, Billowing Smoke, Electrike, Galarian Mr. Mime, Grimer. En ik zie toch alweer wat, jongen. Ja, ik kan... Sorry, ik moet jullie gewoon spoilen. Als ik iets zie, dan moet ik het zeggen. Maar hier zit ook nog wat moois in. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat. Nu, klik op de rode knop en het duimpje omhoog. Dan gaan we kijken wat hierin zit. Skitty, Corvusquire. En de laatste kaart uit deze hele vette video is een Sandscorch Feebas. Oké, dit vind ik ook goed. Dit vind ik ook helemaal prima. Wat een fijn kaartje is dit. En zo hebben we vandaag toch wel hele mooie pools, hoor. Deze Sandscorch Feebas was de allerlaatste. Een mooi einde. Deze Scissor Feebas was een hele vette. Ik kan er niet over uit. Ik vind het gewoon heel tof. Maar het hoogtepunt van vandaag was Charizard uit de Celebration City. We hebben hem gewoon binnen, jongens. Let's go. En omdat we Charizard hebben, ga ik geen eens meer vragen om duimpjes. Dus ik zie jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel!